Yo mensen van YouTubers en welkom weer in History Park voor de eerste aflevering van Praise. Jullie heeft een kleren uitgezet. Fucking lelijk. Ik zie er goed uit, jong. Nee, dat is dus wat ik altijd zei, die schuile ogen. Dat zijn mooie ogen. Ja, dat kan ik dus ook wensen. Ik ga even doen. Nu zijn zijn ogen niet meer blauw. Jezus, zo zie ik eruit zonder kleren. Zo bestaat... Ja, ik blauwe ogen meer. Zo is er ook een aparte skin. Kom, egelhond, we gaan erover. Er zijn zoveel aarden met dezelfde kop die jou wel... Ik blijf deze video zo rondlopen. Doe die op! Jens, ik heb nog een geheimje te vertellen. Oh nee. Kom hier. Yeah boy! Ja, wat gaan we doen? Als mensen deze vinden, achievement of wat? Kom eruit. Maar dit is de pre-story. De belangrijkste zaken zijn al klaar hier. Ja, het is eigenlijk al grotendeels af, maar we moeten nog... Afwerking moet hier nog, de wc's, souvenirwinkel... Paar ja, en nog een paar en bomen decoration. Decoration. Hier kwamen dus drie attracties: een topspin, een enterprise en de rapid. De rapid, daar ben ik nu mee bezig. Kijk, hij is al ja, meer dan half gereed. Is al mooi aan het worden. Dus ik ga nu nog hier door. Hier is dat is nog het laatste stuk. En dan is het nog afwerken, het gebied. Hier is de Enterprise en werkend. De attracties gaan allemaal werken hier. Die werkt al, hè? Ze staan, ja, maar we gaan niks showen. Ik wil dat laten zien. Ja, maar jij wilt dat laten zien. En daar is de topspin. Ja, dat is je stal. Dat is je stal ook al. Die werkt ook al, hè? Ja. Gelukkig dat hij werkt, want eerst vrezen we dat hij niet ging werken. Dat het zo moeilijk werk is. Maar de naam ervan is Smilodon. Dat betekent Sabeltandtijger. Dat heb ik zo'n beetje hier gemaakt. Bij de ingang. Ik vind de bouwstaan nog wel wat beter kan. Ja, ik vind dat de trein ook nog wat beter kan. Jens, calm down! Calm down! Nee, maar ik bedoel... Hier rond het stuk waar hij vast zit nog zo'n heel breed ding zo. Oh nee... Dat is echt niet mooi. Want nu, in het echt hangt hij toch ook ergens vast, dan moet je dat... Ik vind dat je dat ook moet markeren. Dus hier hangt hij bijvoorbeeld die arm vast, of in het midden. En zal iets heel donker zetten. Zoals een Avenger. Dat is de arm van de trein, die hoort eigenlijk bij de trein. Maar deze beweegt toch niet. En die kan niet weg, helaas. En dan komt wat die blok, die staat... Dat is geen hele blok, dat is een... Ik kan die niet plaatsen. Oh nee, zo staat hij goed in het midden. Ja, eigenlijk werkt alles behalve de Rapid. Dus heel binnenkort gaat het dan weer open gaan al. Dus het gaat allemaal rap en zo. Dus. Ja, omdat we nu tijd hebben, maar dat gaat ook veranderen. Ja, dus wanneer dat huisgebied klaar is, gaan we open gaan. Dus dan kan iedereen erop. Dan gaan we wat fliprangen weggeven. Ja, gratis en voor niks. Grapje. Wat zeg je, Daniel? Gratis en voor niks. Nee, dat is wel een grapje van eigen deeg. Een grapje, je hebt het al gedaan, hè. Jens, dat zijn beledigingen. Het zijn waarheden. Jens, hierboven wil ik een boom zien. Joh, jij wilt nog wel veel zien, maar je schele ogen. Kijk, hierboven, Jens. Oh, terugkomen. Hier moet iets groot in komen. Ja, hier komt er nog een stoomtreinstation. Die trein die rijdt daar zo nog rond. Zo langs hier. Dan waar komt het station rond aan? Dan gaat die deur naar dat gebied, dat daar komt. Wc's komen hier, souvenirwinkel komt hier. Daar komt ook een kraam. Dus eigenlijk we hebben nog niks opgenomen over dit gebied en het is al ja, klaar. Maar ja, wat kunnen we showen terwijl we in bouw zijn? Niet al te veel.
Maar we gaan wel 3 video's maken voor de opening attracties. Dus 1 voor die, 1 voor de rabbit en 1 voor de mammoet. Zo noemt hij. Ze staan al in het menu. Hier. De mammoet is de Enterprise. Smilodon is de topspin. En Sarcosuchus River is de rabbit. Dus hier komt nog een rotsgedeelte. Dat je in een grot komt. Heftig stuk met een waterval die uitvalt en misschien een Sarcosuchus die dat water op is sproeit. Sarcosuchus is een prehistorische grote krokodil. Voor de mensen die het niet weten. Alles staat er ook al. Haferma is de bouwer hier. Van die twee is Hus de bouwer. En dan is het duizenden en nacht. En ja. De ingang staat hier, maar ja, nu is er niet veel ruimte meer, dus ik ga die ingang verplaatsen naar hier ongeveer. Gelijk als middeleeuwen daar staat. Hier dan? Niks. Je kunt hier het station van een stoomtrein treffen ofzo. Ah ja, hoe moet ik die nu doen? Ik had gepland, kijk, hier gaat die trein. Ik had gepland dat hier het hoofdstation van duizenden en nacht. Ja, dan kun je misschien deze hier naar het station brengen. Dus dan maak ik hier ook een bocht en komt hier ongeveer dat hoofdstation. Zo zou doen. Ja, maar dan gaat deze niks worden, of wat? Ja, wordt gewoon dichtgebouwd dan. Schimplots. Misschien een zwembad. Ik ben nu ook beken aan het maken, dat zijn zo de... Dat is zo het extra groen voor het park, waar mensen niet kunnen komen, zijn bomen en al. En een beek die doorloopt. Misschien kun je hier een speelplek, een speeltuin maken. Ja. Want die bouwen, dat is zo kaal dan. Kaal. Bij deze heb ik beslist, ik kom een speeltuin. Hier? Nee, niet hier. Ja, wel eens. Nee. Anders is dat kaal. Kaal. Ik kom allemaal bomen en water in mijn woord. Je gaat hier helemaal niks meer zien. Het valt nog af te wachten. Het valt nog af te wachten. Uit de fontein en uit de oceaans. Zo in de graag. Oké, dit is van vorige video. Nog een klein fonteintje hier. Plezant. Heel mooi, Daniel. Ik kan dat pot. Oké. Maar dan was dit het eigenlijk. Eerste video van Prehistory, ook de laatste info-video. Want de volgende video is gewoon al direct opening. En dan is het 1008. Wanneer er terug school is, dan zal het wat minder rap gaan. Maar lang zal het niet meer school zijn, want tegen die tijd is het zomer. Ja, droes appel. Tot nu toe begint het in mei terug het school. Er zijn nog maar 2 maanden. Dus ja, dan is dit Prehistory een redelijk groot gebied. Dan komt hier nog eens uitleg even, alsjeblieft. Ook water. Hierin! Ja, water in. Hier zit een gat in en dan valt er zo er weer in. Ja, dat is flink werk. Flink werk, spreekt zo niet als. Kijk, ik ga terug ik vind dat heel goed flink werk geleverd. Ik ga terug mijn kleren aan doen. Ja, want echt lelijk, zo'n naakte eeuw, maar... Ja, zo'n nakte schelen. Het ziet er goed uit, jong. Nee. Maar dan was dit de video, mensen. Like en abonneer. En dan zeggen we tot de volgende video. Nu is gewoon, jongen. Homo. Hier ga ik ook een huis in maken. Jij mij gewip altijd, jong. Ik ga hier een huis maken, jongen. Ciao. Laters.